Dat scheelt weer. Ik heb nou al... Je hebt nou het meeste wel, hè? Ja, de top 2000 zenden we altijd uit tussen kerst en oud en nieuw. Dus een week lang hoor je dan de 2000 liedjes waar het meest op gestemd is in deze week. Want je hebt dus maar één week om te stemmen op de top 2000. En dat is deze week. En dat proberen we nu hier in Almelo, proberen we zoveel mogelijk stemmen op te halen voor de top 2000. Zoals we eigenlijk al de hele week met deze bus gedaan hebben. Dus we hebben de hele week met deze bus door het land getoerd om zoveel mogelijk stemmen op te halen. Bij prominenten, bij Piet Paulusma, we waren net nog bij Kim Kutter in Oldenzaal. Dus ja, we hebben echt het hele land doorgecrossed met die bus. Op nporadio2.nl kun je je stem doorgeven. Kun je je favoriete liedjes doorgeven. Dat moeten er minimaal 5 zijn. En maximaal 35. En dat mag van alles zijn. Dus als je naar nporadio2.nl gaat, kun je daar stemmen op jouw favoriete liedjes. Dat mag echt van alles zijn. Bijvoorbeeld, nou, dat is toevallig, is mijn collega Wouter van der Goes. NPO Radio 2 DJ. Wouter van der Goes die heeft bijvoorbeeld een muzieksmaak. Een beetje dubieuze muzieksmaak. Hij mag zijn liedjes ook gewoon doorgeven. Iedereen mag stemmen waar hij op wil stemmen. En dat is het leuke ook van die lijst. Want daardoor krijg je namelijk een hele diverse top 2000. Van Nederlandstalig tot hele rustige muziek, tot lange platen, tot het staat er allemaal in. Morgen is de stemfinale dag, de laatste dag. Om 5 uur gaan de stembussen dan dicht. Dan gaan we heel snel alle stemmen tellen. En dan hopen we ook meteen een beetje te weten wat de top 10 is dit jaar van de top 2000. Maar ja, kijk, als ik een beetje zo peil wat er gebeurt, dan heb ik wel het idee dat er een hoop mensen stemmen, ja. Op eerste kerstdag, om 8 uur, dan begint hij. En dan gaat hij door tot 31 december, iets voor 12. Het zijn er ook precies 2000. En we draaien ze van links naar rechts. Precies zoals het... precies zoals er gestemd is eigenlijk. Ja, zoals de volgorde dan uiteindelijk geworden is. Correct, ja. En het is vandaag niet zo super geweldig weer, maar we hopen dat toch nog mensen hier naar de stembus in Almelo komen. Want je hoeft niet per se in die stembus te stemmen, toch? Nee, we hebben voor de stembus zogenaamde stemzuilen. En bij die stemzuilen kan je dus je lijstje inleveren. En dat doen heel veel mensen. Gisteren zag ik ook weer dat heel veel mensen thuis alvast even een formuliertje ingevuld hadden met de liedjes waar ze op wilden stemmen. Maar dan komen ze hem toch even bij ons brengen.